november. November is een maand waarin koude temperaturen op tegemoet komen. De maand waarin volle smaken komen, met name ook rijpe smaken. Het is een wijnafkomstige Campanië, in het zuidelijke gedeelte van Italië. De bodem is vulkanisch, dus een rijpe bodem met veel smaak en veel mineraliteit. Waarbij ook de druiven veel meer gaan krijgen. Ze worden wat ronder, wat rijper en met name ook voller van smaak. Het is een wijn afkomstig van wijnhuis Noetnes, dat ligt aan de zeekant van Campanië. Aan de achterkant van het Mont Massif. Dat is een hele grote berg als het ware die aanvulling vindt met de zee, waardoor ook een bepaalde koele wind door het gebied heen waait. De wijn wordt gemaakt met twee druivenrassen, alle twee authentiek. De wijn is gemaakt van de Pini Rosso en de Aglianico. En dat is een authentieke Griekse druif die teruggeplaatst is in Italië. Het is een hele volle, ronde wijn, vol met kracht en heeft 18 maanden houtlagering gehad. Een mooie aanstelling zeker bij de wildgerechten die we deze maand gaan presenteren.